We zijn hier niet in het buitenland, maar in Rotterdam, boven het terrein van de E55, de grootste tentoonstelling die ooit in ons land is gehouden. De E55 is een manifestatie die bedoelt ons volk en de wereld te tonen wat de energie van de Nederlanders in de 10 jaren na 1945 heeft tot stand gebracht. Men kan er genieten van sprookjesachtige waterpartijen boven de grond en onder de grond in het riool van de afdeling wegenbouw. Zonder mijnwerkerspak kan men zich hier een beeld vormen van een mijngang. Geheimzinnig is de entree van het paviljoen der chemie met zijn reusachtige moleculen. 25 chemische bedrijven hebben een aandeel in de inrichting van dit paviljoen. De wasmiddelenindustrie laat er een onafgebroken regen van zeepbellen neerdalen. Men kan er ook het destillatieproces van ruwe olie volgen. In het paviljoen van een vatenfabriek bracht de kunstenaar Eppo Doeve een wandschildering over het Kuipersvak aan. In deze hal kan men de volledige productie zien van stalen vaten. De energiehal werd voornamelijk gereserveerd voor de scheepvaart en de scheepsbouw. De bezoeker kan er zelf een scheepsschroef in beweging zetten. Midden tussen de stands van de metaal- en bouwnijverheid treft men in de Ahoy-hal een volledige technische school aan. De E55 is mede bedoeld om de Nederlandse jeugd een inspirerend voorbeeld te geven. Aan inspiratiebronnen hebben de jongens hier geen gebrek. In hun onmiddellijke nabijheid draait deze krukkenas, die als een vuurtoren in een zee van bedrijvigheid de bezoekers de weg wijst naar de hoek waarin men het smeden van ankerkettingen kan gadeslaan. We begeven ons met de kabelbaan nu naar de andere helft van het tentoonstellingsterrein, waar vooral de landbouw en de veeteelt de aandacht vragen. Een oude Twentse boerderij werd steen voor steen afgebroken en op de E55 weer opgebouwd. Dit historische lushoes dat eens bij Enschede stond, levert een sprekende tegenstelling op met zijn overbuurman, een moderne montage landbouwschuur. Men vindt hier ook modelstallen met het beste stamboekvee. Het zuivelbureau laat een kijktreintje rijden door Zuivelland. Aldus wordt de bezoeker op comfortabele wijze langs verlichte diorama's gevoerd, die tezamen de grote betekenis van de zuivelindustrie doen uitkomen. De verpakking van melk in kartonnen flessen wordt sinds kort ook in ons land toegepast. Dit wordt gedemonstreerd in de hal van de Nederlandse papierindustrie. Amsterdam komt prima voor de dag. De hoofdstad wijst onder andere op zijn belangrijke plaats in het vreemdelingenverkeer. We stappen tenslotte in een van de wereldgondels die ons op een hoogte van 60 meter boven de Maastad brengen en boven de E55. Een manifestatie waarmee Rotterdam en Nederland bijzonder veel eer in leggen.